Er staat op het voorpagina van het AD dat 1 op de 8 Nederlanders acute financiële zorgen heeft. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het zijn ruim 2 miljoen mensen die acuut in de problemen komen. Het zijn er wel minder dan vorig jaar, maar hoe duid jij die cijfers? Nou, je ziet eigenlijk dat er vrij structureel dus een groep mensen is die eigenlijk aan het begin van de maand en aan het begin van de week ook niet weten of ze het eind daarvan halen financieel. En dat is daar kun je niet genoeg aandacht voor hebben. Dat raakt uiteindelijk ook onze economie, dat raakt het vertrouwen van mensen. Maar dat raakt ook, dat gaat ook over heel basale gevoelens van onvrede die mensen daardoor krijgen. Hm. En je zou zeggen, in een rijk land als Nederland vind ik dat zijn er veel te veel. Ja, en kan je niet zeggen dat nu de stijgende lijn omhoog weer is ingezet? Want het ging natuurlijk tijdens de eerdere campagnes veel over bestaanszekerheid. Ja. Nou, vorige keer was het 1 op de 5 die acute financiële problemen heeft. Nu 1 op de 8, dus gaan we niet de goede kant op? Het zou inderdaad minder moeten worden. We hebben aardige loonstijgingen gehad. Ik geloof ook dat in de miljoenennota nog wat met koopkrachtcijfers gaat gebeuren. Nou, dat is op zich allemaal goed nieuws. Maar dit zijn niet aantallen, dit zijn niet hoeveelheden die je even wegpoetst. Nee, moet er nog een extra stap gezet worden als u dit zo leest, mevrouw Jessicus? Ja, absoluut. En dit gaat ook over mensen gewoon met prima inkomen, die hard werken. Ja. En die deze zorgen echt niet zouden moeten hebben. En die dat wel hebben, die echt bang zijn dat ze de boodschap einde van de maand niet kunnen betalen. Dus dat is in ieder geval voor de VVD heel erg belangrijk, dat we die middenklasse zorgen dat zij meer geld in de portemonnee overhouden. Ja, en kunnen zij dan inderdaad, zoals Jean zegt, nog iets verwachten met Prinsjesdag? Daar kan ik nu niks over zeggen, maar u weet dat dat wel absoluut mijn inzet is geweest.